We besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 15 juli. Gedurende de avond- en nachtelijke uren is het lokaal tijdelijk bewolkt met nog enkele verspreide buien over geheel Suriname. Ten westen van het land gaan deze gepaard met onweer. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen tijdens de ochtenduren is het lokaal tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. In de late middag en vooravond zijn er enkele lokale lichten met soms matige buien, voornamelijk in het kustgebied en langs de westgrens mogelijk. Deze kunnen met onweer- en of windstoten voorkomen. In alle districten wordt in de avond- en nachtelijke uren af en toe een lichte bui verwacht, maar het kan ook een lange tijd droog zijn. Met uitzondering voor de districten Coroni, Nikeri en Sipaliwini, waar er perioden kunnen zijn met onweersbuien die gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst heeft geen waarschuwing die voor morgen, 15 juli, geldt.